Gemeente Delft en Den Haag ontwikkelen en bouwen toekomstbestendige woningen. De gemeente Delft, Den Haag en gebiedsontwikkelaar AM geven de historische spanten van de te slopen bebouwing op de hoek van de Abtswoudseweg en de Engelsestraat in Delft een nieuwe bestemming. De bestaande bebouwing gaat plaatsmaken voor het plan 1221 met 54 woningen. Het aanbod bestaat uit 15 vrije sector, koop- en gezinswoningen en 39 huurappartementen, waarvan minimaal 20% middeldure huurappartementen en een commerciële ruimte ten behoeve van de huisarts is. Gebiedsontwikkelaar AM heeft het nieuwe plan uitgewerkt. Het wordt ontwikkeld en gerealiseerd volgens de laatste kennis en kunde op het gebied van energietransitie, klimaatadaptie, biodiversiteit, schone mobiliteit en een circulaire economie. De bebouwing slaat zo een brug naar een nieuwe toekomst waarin duurzaam samenleven met de natuur de standaard is. 1221 gaat uit van een toekomst waarin de rol van de auto steeds kleiner wordt. Zo dragen bewoners bij aan een autoluwe toekomst met meer ruimte voor groen.